welkom bij Wat Rij Jij? En vandaag zijn we op zoek naar een occasion tussen de 6 en 10.000 euro. En vandaag staan we dan bij deze machine. En dat is een hele bijzondere machine, want het is een soort van, ja, eigenlijk een witte raaf. Het is een Husqvarna, maar het is eigenlijk de enige Husqvarna die onder leiding van BMW, toen Husqvarna nog bij BMW hoorde, is gemaakt. Dus ja, deze hybride Husqvarna BMW zal de enige zijn in zijn soort, want daarna werd het merk van KTM en kwamen er weer hele andere machines zoals we weten. Deze Nuda, deze ja, Husqvarna Nuda, is van Daan. En Daan, vertel maar eens, waarom ben jij gevallen voor deze Nuda? De looks en het geluid. Ja. En als je erop gaat rijden, dan ben je verkocht. Nou, het leuke is, als je op zoek gaat naar occasion motoren tussen de 6 en 10.000 euro, dat je allerlei verschillende modellen tegenkomt, waaronder ook, ja, echt wel een beetje hele erg geschikte tourfietsen. Ja, zeker. En dan hebben we het eigenlijk over de Hayabusa voor jou, Jur. Ja. Nou, vertel eens, waar kijken we naar? Want ik kan er een half uur naar kijken en daar ben ik nog steeds niet uitgekeken. Jij kunt het beter vertellen. Nou, dit is mijn Hayabusa. Hij komt uit 2010. En ik heb hem gekocht voor 8.500 euro. En daarna een beetje aangepast. We zijn beland bij een groene motorfiets. Regina, jij mag ons vertellen, waar kijken we naar? We kijken naar een Triumph Street Triple van het bouwjaar 2008. Dus een van de eerste. Ja. En ook nog een hele mooie kleur, vind ik zelf. De mooiste. En die heb ik gekocht 1 oktober 2009. Wat heb jij daar eigenlijk voor betaald? 9800 euro. 9800 euro. En hoeveel kilometer stond er toen op? 30.000. En hoeveel heb jij er inmiddels al op? Bijna 40. Ja. Weet jij nog hoeveel kilometer op de klok stond toen jij hem kocht? Toen ik hem kocht stond er 25 op. En ik denk dat er inmiddels, er zit een andere teller in, rond de 40.000 op staat. 8200. Oké. Okay. Geloof ik. En hoeveel heb jij er in die 10 jaar zelf bijgedraaid? Nou, misschien 20.000, 21.000. Okay. Meer niet. Deze Triumph Street Triple is dus al 10 jaar in bezit. En 10 jaar geleden dus aangeschaft voor 8250 euro. Wat niet veel onder de nieuwwaarde van 8490 euro ligt uiteraard. Want de motor was praktisch nieuw. Als tweede een Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa uit 2010. Met bijzonder lange achterkant. In 2010 had deze veelbesproken motor een nieuwwaarde van 16.599 euro. Jur heeft hem aangeschaft voor 8500 euro. En dan als laatste een bijzonder model, de Husqvarna Nuda 900R. Deze Husqvarna met onderhuidse BMW-techniek heeft een nieuwwaarde van 12.999 euro. Daan kocht hem als occasion voor 9750 euro. Maar waarom deze keuze? Wat is het voor machine? Want jij bent, hè, als je in de markt bent voor een beetje een leuke naked, dan is misschien zo'n Nuda niet de eerste keus. Hè? Maar zoals je al zei, ik ga voor dat uiterlijk. Maar wat is het nou? Wat zoek jij nou in zo'n motorfiets? Het rijden vooral. Hij is heel speels. Je kan heel kort op het gas. Je kan een hoop herrie maken met het machientje. Ja. Je houdt iedereen bij in de bochten. Dat is echt lachen. Je hebt een hoop bekijks. Want hij is ook hartstikke licht, hè? Ja, ja. Hij heeft 190 kilo rijklaar. Laten we eens beginnen, Jur, met die achterbrug. Ja. Want die achterbrug die zit er niet voor niks op. Nee. Dat is niet voor het beter toewerken, zoals we dat noemen. Ja, ook. Het is vooral voor het drag racen en ik ben denk een jaar geleden begonnen met leren driften met de motor. Met deze motor? Met deze motor, okay. Ja. En ik vind ook persoonlijk de Hayabusa origineel, vind ik het achterwiel net even te verder invallen. Okay. En dit is voor mij dat die lijn aan de achterkant zo doorloopt. Dit is hoe ik voor me had toen ik hem kocht, van zo gaat hij worden. Ja, ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel gaaf, want zoals ik er naar kijk staat hij natuurlijk gewoon een ontzettende dragbike. En wat ik zo fascinerend vind is dat jij zegt, ja, maar een dragbike, ja, je kunt ermee drag racen, maar eigenlijk doe ik er alles mee. Er zijn maar 2 weken in het jaar dat jij er niet mee rijdt en dat is als het sneeuwt. Klopt. Ja, voor de rest, ik rijd ermee naar mijn werk, naar mijn omaatje, toeren, ja, racen, eigenlijk alles. Kun je vertellen, wat heb je er de loop der jaren allemaal aan gedaan? Nou, ten eerste natuurlijk de aero's. Ja. Ja, dat hoort eigenlijk een beetje zo. Ik heb een schokbreker van een Daytona 675. Ja. En de en het remschakelsetje misschien? Ja, dat zijn bestelbare steps. En dit is de set van de Daytona ook. En dan zitten er crashpads op. Ja. Ja. En er is zomaar stuur en spiegels. En ik zie ook nog wat andere kekke hendeltjes. Andere hendeltjes erop, precies. In de voorvork zitten hyperproveren. Ja, ander remdekseltje.
Er zit een korte voorspatbord op. Er zit een andere kuipruit op. Een andere kroonplaat, zodat ik de voorvorkpoten door kon laten steken. Ja. Er zit een ander luchtfilter in. Er zit een Yoshimura volledig systeem zit eronder. Ander zadel. Achterbrug, nou ja, met langere ketting en langere remleiding. Ja. Custom kentekenplaathouder heb ik laten maken. En een iets groter tandwiel achter. Ja, want ook die achterbrug, die heb jij ook, die heb jij ook laten maken. Of die heb je zelf laten maken. Want je vertelde, ja, die kun je wel kopen. Maar dan was het niet helemaal zoals jij het wilde hebben, toch? Klopt. Je kan ze kopen. Ze zijn wel vrij prijzig. En een vriend van mij die maakt ze zelf. En dan kon ik precies samenstellen hoe lang ik hem wou, waar ik de versteviging wou, hoe dik ik hem wou. En zo zijn we eigenlijk tot dit resultaat gekomen. De uitlaat zat erop. Dus de titanium demper. En ook de einddemper van Husqvarna. Ja. Ik heb zelf de bescherming nog erop gezet. En de zwarte kappers. Zwarte kapjes voor je karter. Remmengeltjes zaten er al op. De tomtom heb ik gedaan, zodat die goed in het midden zit. Dat is ook allemaal voor vakanties. En de rempopdeksel in zwart. Nou ja, er staan wat kleine dingen op de wenslijst. Maar dat, en wat zijn dat nog voor dingen die er nog op staan? De knipperlichten kunnen we nog doen. Deze wil ik nog even zwart coaten. De kroonplaten. Ja. En de hendeltjes. De steppies zijn standaard. Zodat die wat meer eenheid is. En dan is die helemaal af? Dan is die helemaal af. Waarom ben je zo aan het sleutelen geweest met die vering? Was dat in het begin toch niet helemaal wat je ervan verwachtte? Nee, ik vond het allemaal een beetje slapjes. Het deinde nogal. En ik denk van, nee, dat wil ik anders hebben. En toen zijn we dus begonnen met een schokbreker van de Daytona. Die moest er weer uit. Toen had ik een van de Street Triple R. Totdat ik een dingetje afbrak, het verstelschroefje. Dus die er weer onderweg. En toen weer deze, die er nu onder zit. En toen heb ik ook besloten om HyperPro voorveren erin te laten zetten. Oké, en nu is die helemaal naar jouw smaak. Ik vind hem top rijden. Ja. Ja, absoluut. Wat is nou het verschil als je er nou mee rijdt ten opzichte van een gewone Hayabusa? Dat is al geen misselijke motorfiets, zullen we maar zeggen. Maar merk je nou nog verschil met die achterbrug? Rijdt dat anders? Je merkt verschil, maar ik vind het niet heel veel. Als je er eenmaal aan gewend bent, dan ja, rijdt het net zoals een normale Hayabusa. Ja. Alleen bij stilstaan, dan is je draaicirkel net als een cruiseschip. Maar als je eenmaal rijdt, dan gaat het prima. Ja, ja, je moet even een paar keer steken, zeg maar. Ja, een paar keer, ja. Stel je nou voor, je bent als motorrijder op zoek naar zo'n Nuda. Het is natuurlijk een heel eigenzinnig model, maar zijn er nou nog zaken waar je echt op moet letten? Of waar jij tegenaan bent gelopen van, hè, als ervaren Nuda-rijder? Dit zijn wel typische dingetjes waar je rekening mee moet houden. Je hebt je lager van je balhoofd, die slijt snel. Dus die moet je wel op tijd vervangen. Of eventjes nakijken als je hem koopt. En je TPS, dus het sensortje van hoeveel gas je geeft. Als die van de rel is, dan rijdt hij niet meer lekker. Dus daar moet je ook even op letten. Zijn er nou nog specifieke problemen of dingen waar je op moet letten als je, zeg maar, nu in de markt zou zijn voor zo'n motor? Nee, in het begin was er dus de startmotor. Of hoe heet dat dingetje? Daar was toen een terugroepactie voor. De spanningsregelaar? Ja, die is het. Ja. Nou, en dat heb ik laten vervangen bij een Triumph dealer. En verder, ik heb er nooit geen problemen mee. Nee, nooit. Hij laat me nooit in de steek. Ja, eigenlijk, ze kunnen best wel veel hebben. De een is natuurlijk wat meer gebruikt als de ander. Ja. Kijk, en ik zou vooral kijken naar een zo origineel mogelijke Hayabusa. Als hij al verlengd is en dingen, dan weet je dat hij goed gebruikt is. Over het algemeen, sommige mensen doen het ook voor de looks, maar dat zijn er heel weinig. Jij zou die voor jou niet per se aanraden, zeg maar, op marktplaats. Deze is van een oud vrouwtje geweest, altijd rustig mee gereden en niks mis mee, hoor. Nee, precies. Nee, zolang je goed onderhoud doet, dan blijven die blokken wel lopen. Als jij nou een ongelimiteerd budget had, hè, ik heb wel het idee, dit is wel de motorfiets waar jij echt al voor gevallen bent. Maar stel je voor, je hebt een hele dikke portemonnee. Wat voor motorfiets zou er dan bij jou in je mooie hok nog bij komen? Ik zou deze houden. En misschien een 1260 erbij, als ik met het meisje op vakantie ga. Een Ducati, Multistrada. Ja. Oké. Okay. Naast deze, want die gaat deze niet. Blijft dus. Deze blijft, absoluut. Ja. Misschien wel wat meer op toeren gericht. Een Triumph Tiger en dan de kleine, de 800. Ja. Zoiets. Jij gebruikt hem natuurlijk, hè, gewoon als jouw motor. Maar jij hebt ook een eigen YouTube-kanaal. Pompert for Life. Ja. Daarin is deze motorfiets ook inmiddels wel een beetje een graag geziene gast, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk dat het voor veel mensen toch iets onbereikbaars is of zo. Of iets van, dit is, ja, het is, er is in mijn mening geen enkele andere motor die zo
opgehyped is toen de jaren en die iedereen kent. Als jij zegt ik rij een Hayabusa, dan weet iedereen wat een Hayabusa is. En dat... Ja, daar werden zelfs kamervragen toen over gesteld. Exact, ja. En ik was 9 jaar toen de Hayabusa op de markt kwam. En toen had mijn vader er eentje gereden van een vriend van hem. En die was zo verbaasd over die motor dat ik zei, pa, als ik later groot ben, dan ga ik een Hayabusa kopen. Oh. Ah, jongen. Echt, zo'n Street Triple 650. Het is toch ook echt een heerlijkheid om mee te rijden. En deze is gewoon als nieuw, hè? Sterker nog, ik denk dat hij gewoon nog beter is als nieuw. Met al die wijzigingen die ze er zelf aan hebben gedaan. En de ontzettende... Ja, deze is echt zo met liefde behandeld, deze motorfiets. Mocht Regina ooit besluiten... om hem weg te doen, sta ik als eerste in de rij. Dat iedereen het even weet. Wauw, wat een leuke machine, man. Nou Jaap, dan kan ik je alvast vertellen wat je moet gaan sparen. De Street Triple staat namelijk bij de motorzaak voor een bedrag net onder de 6000 euro. Vandaar dat hij nog net in de bandbreedte van ons wat rij jij budget mocht. Uiteraard een beetje afhankelijk van de kilometerstand, maar deze ligt meestal tussen de 30.000 en 40.000 kilometer. Particulier vind je de Street Triple al goedkoper, zo rond de 5000 euro. Maar dan zijn de kilometerstanden iets hoger. Voor de Husqvarna Nuda moet je wat dieper in de buidel tasten. Die is redelijk schaars. Als je hem dus al kunt vinden bij een motorzaak, betaal je rond de 6.000 tot 8.000 euro voor een Nuda met kilometerstand tussen de 30.000 en 50.000 kilometer. Particulier duikt er ook een enkeling op zo nu en dan. Reken dan dat je rond de 7.000 tot 9.000 euro mee moet nemen als je hem in je eigen schuur wilt zetten. De Hayabusa is zeker niet schaars te noemen, maar wel uniek uiteraard. Bij de motorzaak vind je er genoeg. Met standaard achterbrug uiteraard, maar dat maakt hem niet minder spannend. De kilometerstanden liggen bij de motorzaak tussen de 20.000 en 35.000 kilometer. En de prijs ligt dan tussen de 5.000 en 8.000 euro. Ook particulier zijn ze goed te vinden. Denk dan aan eenzelfde bedrag als bij de motorzaak. Al vind je zo nu en dan een waanzinnige one-of-a-kind voor veel hogere bedragen. Meer video's van motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.